Vandaag ben ik aan het trainen in het bos. Moet je kijken hoe mooi dat het er hier uitziet. Vet hè? 2,1 miljoen Nederlanders lopen hard. 80% van al die hardlopers raakt geblesseerd, waarvan het merendeel jaarlijks. De meeste blessures ontstaan in het onderlichaam. En dat is logisch, want daar komen de meeste klappen. De meest voorkomende hardloopblessures zijn pijn aan de onderkant van de voet, hielspoor, achillespeesklachten, brandende pijn in het scheenbeen, knieklachten en lage rugpijn. Misschien heb je nu ook al een blessure. Of heb je een blessure gehad en ben je heel benieuwd hoe je die in de toekomst gaat voorkomen. Let dan even op, want daar ga ik het over hebben. Als je geblesseerd bent, dan loop je met pijn. Je conditie holt achteruit en de voorbereiding op je wedstrijd die loopt helemaal in het honderd. Duurt een blessure langer, dan ga je twijfelen aan jezelf. En dat is killing voor je zelfvertrouwen. Nou, de meeste hardlopers die kopen bij een blessure nieuwe schoenen. Of ze laten nieuwe zooltjes aanmeten en ze hopen dat daarmee het probleem verdwijnt. Helaas keren na een tijdje de problemen vaak terug of het probleem verplaatst zich. Goede schoenen die zijn dus ontzettend belangrijk, maar ze pakken de oorzaak van het probleem niet aan. En daar ben je naar op zoek. Nou, dat zit zo. De oorzaak van een blessure is altijd overbelasting. Je maakt te snel te veel kilometers. Je spierenpezen en gewrichten kunnen het tempo niet aan en daardoor ontstaat pijn. Als je dan ook nog een matige rompstabiliteit hebt en een slechte looptechniek, dan is een blessure echt heel snel opgelopen. Wil je de blessure dus voorkomen of verhelpen, dan moet je de oorzaak van de blessure achterhalen. En daar ga ik je bij helpen. Met mijn stappenplan Blessurevrij Hardlopen help ik je stap voor stap in het verhelpen en het voorkomen van blessures. We achterhalen de oorzaak en je krijgt gerichte oefeningen om een blessure te lijf te gaan. Met als resultaat dat de pijn minder wordt of zelfs helemaal verdwijnt en dat je weer met meer plezier kunt gaan hardlopen. En dat is waar we toch allemaal naar op zoek zijn. De oefeningen die zijn enorm eenvoudig van opzet, zodat iedereen van elk niveau ze kan doen. Stappenplan is inmiddels meer dan 4000 keer gedownload. Dus wil jij hier ook mee aan de slag en ben je benieuwd wat het voor jou kan betekenen? Dan wil ik het gratis naar je opsturen. Druk dan op de knop hieronder. Laat daar je e-mailadres en je naam achter. En ik zorg ervoor dat het hele stappenplan bij jou in de mailbox terechtkomt. Zoals je wellicht ziet is het enorm mooi hardloopweer. Dus ik ga mijn training afmaken. Jij kunt je hieronder inschrijven. En heel veel succes met blessurevrij hardlopen. Doei doei!